Hoi, mijn naam is Dini de Zeeuw en vandaag ga ik werken met de fineliners van Snijder. Ik heb drie leuke setjes fineliners mogen ontvangen van het merk Snijder. Zoals je kunt zien zitten de pennen in een leuke etui-houder die je na het openklappen rechtop kan zetten. Ik heb er hier twee van. Twee setjes met halve pennen. Het ene setje heeft 1 mm dikte en de andere is 4 mm dik. Het leuke van deze setjes is dat je ze dus onderling kunt combineren. Je kunt ze namelijk in elkaar klikken. Dit is best handig, want op deze manier kun je dus je eigen combinaties maken. Dus waar je veel mee werkt, die kun je gebruiken. En je ziet ook dat dezelfde soort fineliners met elkaar gecombineerd kunnen worden. Dus de 1 mm op de 1 mm en andersom. Je kunt deze pennen namelijk ook los verkrijgen en op die manier kun je dus ook je eigen combinaties aanschaffen. Verder heb ik hier ook nog de hele pennen, dat zijn fineliners van 1 mm dikte. Ook dit setje kan weer rechtop gezet worden, wat ik zelf wel bijzonder handig vind. Ik heb hier al een Centangle gemaakt en ik wil even kijken hoe het gaat als je daarmee gaat inkleuren. De fineliners en de stiften werken eigenlijk allebei heel erg prettig. Wat ik altijd leuk vind om uit te proberen is hoe werkt het verder met water. Want deze stiften zijn dus niet watervast. Dat kan een voordeel hebben. Je ziet hier dat ik met de waterbrush wat opneem om te kijken hoe het zich verhoudt. Ik vind het eigenlijk heel fijn werken. Gaat prima zo. Het voordeel van deze stiften vind ik ook dat ze driehoekig zijn, waardoor ze eigenlijk niet wegrollen. Dus op het moment dat je ze neerlegt op het bureau en je bureau loopt een beetje af, dan rollen ze niet van tafel. Dat is erg prettig. Verder hebben ze een laagje rubber eromheen zitten, waardoor het gewoon wat lekkerder in de hand ligt en niet hard aanvoelt. Verder geeft het etiket aan dat de stiften voor ruim 85% gemaakt zijn van afbreekbaar materiaal. Nou, dat vind ik op zich al een pre. Ik heb ervoor gekozen om met twee fineliners te gaan werken, zowel de 4 mm als met de 1 mm kant. Ik gebruik een zwarte en een grijze en ik maak een fantasiefiguur. Ik werk zowel droog als nat. Ik vind het erg prettig om hier en daar wat nat te gebruiken. Het nat zorgt er eigenlijk voor dat het wat dunner opgezet wordt dan de stift zelf, omdat je het natuurlijk met water vermengt. Wacht wel even totdat het droog is, want anders dan krijg je toch wel dat het gaat uitlopen. Tenzij je dat natuurlijk wil. Ik werk het liefst een beetje arcerend. Het wordt dan wat losse tekening. En op deze manier kun je ook wat losser werken. Het valt me gelijk op dat je met de pennen redelijk dun kan werken en dat je ze niet echt rechtop hoeft te houden om toch nog een beetje contact met het papier te maken, wat je met sommige fineliners wel hebt. Ik vind het met deze erg meevallen. Vooral het nat werken vind ik erg prettig, want je kunt op die manier wel wat grotere oppervlakken in één keer nemen en toch niet echt heel nadrukkelijk een lijn gezet hebben. Ook als ik zometeen iets heb getekend, kan ik daar weer met nat overheen gaan en dan waast het ietsjes uit, maar dat vind ik wel mooi. Maar het blijft allemaal nog redelijk controleerbaar en dat vind ik wel heel erg belangrijk. Het is ook wel prettig dat als ik een lijn heb gezet en ik ga er daarna met water overheen, dat die lijn ook niet helemaal verdwijnt, dat die gewoon blijft staan. Dat ligt natuurlijk ook wel een klein beetje aan het papier waarop je werkt. Ik werk hier op een mixmedia papier van Strathmore. Dat is mooi glad papier, vind ik fijn om op te werken. Daar werk ik eigenlijk bijna alles mee uit. Papier is 180 grams, dus eigenlijk niet eens zo heel veel, maar het komt gewoon goed uit. Het doet wat het moet doen.
Ik heb besloten dat het een engel gaat worden, dus ik zet er vleugels in. Die vleugels zet ik met nat op. Dus ik zet niet gelijk de harde lijnen op, maar ik werk dus met nat uit. Het palet wat ik gebruik is van kunststof. Je ziet wel dat de stift eigenlijk heel weinig aanpakt, maar dat maakt in dit geval niet zoveel uit. Het moet ook niet kunnen opdrogen, anders heeft het geen zin om het nat op te nemen. Als de vleugels droog zijn, ga ik er gewoon met een pen overheen en ik zet wat meer accenten aan. En die accenten maak ik weer nat met mijn waterbrush, zodat het weer een beetje uitwazend en er niet zulke hele harde lijnen ontstaan. En zo ga ik eigenlijk die hele vleugel langs. Als voorbeeld voor dit figuur heb ik Trendwill gebruikt, de elfenkoning uit The Hobbit. Ik moet bekennen dat ik hem erg vaak gebruik, omdat ik het gewoon een mooi personage vind. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Als het zo is, laat het me weten. Geef me een dikke duim of laat een reactie achter. En tot de volgende keer.